Ik heb dus een belachelijke pruik op. Ja, en ik heb gehoord dat we iets met vuur of een barbecue gaan doen. Dus ik denk gewoon dat we jouw hoofd gaan grillen. Hé, hey, kijk, daar staan jouw vrienden. Hallo. We gaan inderdaad barbecuen, maar net op een andere manier. Wow. Ik was daar een heel wild kapsel. Niet zo hoog. Heel vies. Nou, we zijn er klaar voor. Ja? Ja. Mooie kaart. We gaan het even uitleggen. Dank je. Je gaat het eerst oefenen met water, zodat je het spuwtechniek een beetje onder de knie krijgt. Je blaast het meer uit dan dat je het echt uitspuugt, zeg maar. Oh. Dat is op mij, jongen. Goed opletten ook, dat je de wind in je rug hebt. En dan moet je altijd met de wind, dat zie je aan de fakkel heel goed, want je ziet waar de vlam heen waait. Ja, de wind, we moeten zo staan. Dus je hoeft niet bang te zijn dat je gezicht in de fik vliegt of zo. Oké, niet met vuur spelen. Jij ja, ook niet, let op mijn haar. Wow, mijn wenkbrauwen. Wow! Ik krijg even barven van de olie. Dat zou heel prima zijn. Hadden we niet hoeven doen. Maar dit is natuurlijk allemaal wel leuk voor ons, maar wat doen jullie dan voor de auto? We gaan zo voor de auto een klein showtje doen en er wat stickers op plakken. Oeh, stickers! Oh, stickers aan vuur! Stickers. Ja. Stickers aan vuur. Beter dan onze show. Jullie vergeten wel je stickers. Oh ja, we gaan stickers doen. Ja, stickers! Nee, stickers! Stickers! Ja. Stickers is veilig. Is veilig. Ja. Hier komt nog een vlammetje vanaf. En er een op haar been. Dat is wel mooi. Nou, dat was heel, heel vriendelijk. Met gevaar voor eigen leven. Ja. Waar we nu heen gaan. Ik denk zo'n massage die aan van... Ik zeg verder niks hoor. Denk anders je dat gaat mijn moeder weer bellen. Dit was echt een spannende act. Toen de Rocky in effect ging duren. Hey, bedankt hè. Ah, er zijn de hamburgers. Doei. Doei.